Laat maar door, hè. Elwin. Dank u. Goed, lieve vrienden, ik zou zeggen, hou vol goede moed, blijf gezond. Doe ik ook. Ga er gewoon de lachend doorheen. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds woensdag 2 december en we leven om 13:49. Ja, ik heb de boel weer klaarstaan dat ik weer naar buiten toe kom met mijn waffies. Zover ik weet krijg ik vanavond ook weer visite van onze enig echte Chrissy. En daar ben ik weer heel blij mee. Ja, want ik heb weer een tijd niet gezien. En we hadden afgesproken woensdagavond. En zou het niet doorgaan, zou ik het maandag te horen krijgen. Nou, al wie er maandag heb gebeld, geen Chrissy. Nee. Dus ja, hoop ik dus dat het vanavond doorgaat. En dan kan ik gelijk haar kaart weer opzoeken. Die zal er nou wel tussen zitten. Maar dan kan ze die ook weer meekrijgen. Kerstkaart had ik ook al voor haar klaar en voor haar vriend. En dan komt het ook allemaal wel goed. Ja, dit. Dat is oud. Dat is allemaal oud. Ja, allemaal oud. Kan opgeruimd worden. Maar in ieder geval, daarom moet het tussen zitten, ja. Ja, en dat laat ik jullie niet zien, want er zit ook adres legt open en bloot. En dat hoeven jullie niet te weten, nee. Nee, dat hoeft niet. Hou eens even op. Daar zit er eentje, zit er eigen te likken en te slobberen. En daar staat, zit er eentje. Hou eens op. Zo'n akelig gezicht en gehoor. En Elwing, nou die verhaart al de neten, want overal ligt haar. Ja, en is de maand gehogen. En nou moet er eigenlijk weer, of geveegd worden. Want met Rijka was dat niet nodig. Die haren die zag je niet. Maar dit, het zijn allemaal dolze plukken van twee stuks. En dat is Elwing en meneertje Kandel, die mag graag zichzelf plukken. Dus af en toe vind je van hem een pluk. Maar ja, ik zie ook weer oude dennenhaalden van vorig jaar leggen. Geen nagaan. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, wees welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, ik ben helemaal hotel de botel. Het gaat maar door, hè? Elwing, dank u. En dat is meneertje Gandalf. En waar is Rijka? Waar is Rijka? Oh, daar, die is ook al bezig. Tjonge nog een toe. Rijka. Rijka. Hé, hou eens op. Word je lelijk van. Ja, word je lelijk van. Wat je lelijk van, moet je niet doen. Lelijk van, joh. Tutut. Boefie? Wat moet ik met die pootjes van jou? Wat moet met die pootjes van jou? Wat moet met die pootjes van jou? Hé, hier, zo. Ja, boefie. Hé, ja. Maar in ieder geval, ja, waarom leggen dat twee melkzakjes daar nou weer? Ik weet het alweer. Ja, dat heeft Sandra natuurlijk gedaan. Wat moeten ze dan met twee? Oh! Gooit ze niet even weg? Nee, laat me leggen. Kan het dus weg. Ja, kunnen dus weg. Jongen, nog gaan toe. Pas als ze het weggooit, ze weet wat de vuilnisbakken hier staat. Ik heb er hier een bij mijn computer heen. Dus ja, halleluja. Ja, man.
Ja, jij gaat achter de deur, want vrouwtje gaat weg en jij wilt eten en dat krijg je straks. Ja, wanneer ik weer terug ben. Ja, toch? Ja, helemaal mee eens. Lekker pup. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ik weet dus niet wat jullie gaan doen, maar ik weet wel wat ik ga doen. Ik ga wandelen met mijn beestjes, ja. En ik laat kan nog lekker binnen, want die is net binnen. Ja, en daarna dan krijgt hij eten als ik terug ben en dan mag hij van mij wel weer naar buiten. Hé, Jana meis? Jo, hè? Ja. Dus ja, ze zijn er al vanochtend geweest, hoor daar niet van, maar ze moeten nou weer middaglopen, hè? Ja, middaglopen. Maar dat komt goed, hoor. Ja, zeker weten. En het is hier grauw, grijs, triest, weet ik veel wat voor weer. Er kwam een vrouw voorbij rijden op het scootmobiel met een klein kind. En die... Oh, en toen zag ze ineens die Zwarte Pieten nog hangen. Dus ja, dat ging ze snel even lezen ook. Ja, nou ja, dat staat er gewoon nog op. Andere week gaan ze weer weg. Ja, en dan haal ik het ook weer weg. Ja, toch? Ja, het, ik bewaar het gewoon. Het gaat bij mij onder in een la, dat het recht blijft. En dan, moeten ze onze Zwarte Pieten me teruggeven. Ja, toch? Komt het er andere jaar weer terug. .nl. Ja. Nou, oké, lieve vrienden. Genoeg geouwehoerd, genoeg gezeurd, genoeg gedaan waar dat dan gaat. Ik wens jullie gewoon nogmaals een hele fijne middag toe. En ook welkom bij deze vlog. En welkom als je nieuw bent op dit kanaal. Nou ja, vergeet dan niet even op die button te klikken van abonneren. Als je dat doet, komt er ook nog een belletje tevoorschijn. Daar kun je ook op klikken. En dan krijg je een lijstje en dan moet je de bovenste nemen. Ja, nou, dan komt het altijd goed. Dan krijg je altijd even een berichtje van YouTube. Niet van mij, maar van YouTube. Dat hun weer een vlog van mij online hebben gezet. Dan komt het altijd goed. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, helaas krijg je net telefoon van Chrissy, dat ze komt niet. Nee. Reden, ze werd vanochtend wakker, snot verkouden. Dus ik dacht, dat valt wel mee, dat gaat wel weer over, ja. Dat ik, gebeurt wel mij ook wel eens, hoor. Dat ik 's morgens ook wakker word, dan zit ik vol en een uurtje later is het weer weg, weet je. Dus gebeurt denk ik iedereen wel eens. Maar ze heeft het nog en dat, ze durft het niet aan, omdat het ook nou niet mag, vanwege dat andere gekke gedoe. Waar ik het woord liever niet van zeg dan wel, maar in ieder geval, ja, nou ja, noem ik een potje bier, corona. Ja, dat is wel lekker, hè. Ja, dat wil ik wel hebben. Maar in ieder geval dat andere dus niet. Maar ik zeg, nou ja, ik zeg, denk alsjeblieft dan om jezelf. En zodra weer opgeknapt is, zal ze me weer bellen. En dan maken we opnieuw een afspraak. Dus ja, helaas, pindakaas. Ik ben nou druk aan het vegen. He, maandag gezogen. Normaal hoef ik verder niet meer te zuigen. Maar een nieuwe hond erbij, die wel flink verhaard. Hé? Hey? Ja? Een lekkere puinhoop. Dus ja, ik ben dan druk bezig even dat bij elkaar te vegen. De kamer is al klaar. Ik ben nou hier op dit hoekje bezig. En toen ging de bel, ja. Nou, dan moet tenminste de telefoon ging. Dus ja, dan moet je toch opnemen. Ja, toch? Ja. Het is vandaag, wat voor dag is het vandaag? Woensdag, ja. Nou, dan moet ik mijn kalender ook nog verzetten, want die staat nog op dinsdag. Ja. Maar oké, kom allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed, blijf gezond. Doe ik ook. Ga er gewoon de lachend doorheen. Ik ben ook met een vlog bezig in elkaar te zetten. Dus dat komt allemaal goed. En ik ben ook met mijn eten al bezig voor vanavond. Daar heb ik zin in. En dat moest eerst van tevoren gekookt worden. Dat is rijstbroccoli. Dat ken je als vervanging voor rijst. Nou, en ik had hele fijne worteltjes. Dat was heel fijn gesneden. Voor een salade is dat. Ik dacht, nou, dat doe ik er doorheen. En dan heb ik pittige kip, wat dat ook mag wezen. Ik geloof dat het kip wordt. Zullen we eens eventjes koekeloeren? Kipreepjes pittig.
gaan we bakken. En dan lekker er doorheen. Ja, toch. Dan heb ik een pan vol eten voor de, nou ja, meer dan een week. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik hoef nou ook die kaart niet op te zoeken eigenlijk. Nee, maar ik moet er nog eentje schrijven. Dat moet ik wel nog doen. Ja, dat moet ik nog doen. Nou, ik heb nog kaarten, want die liggen er nog. Dus, komt ook goed. En ik moet hier voor het rijtje nog doen. Dus, maar komt ook allemaal goed. Dat is een beetje 8. Ja, weet ik veel uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar later toch weer. Of niet dan. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!